Wow, nieuwe video. Prettig weekend. Oh, we hebben het nog net kunnen redden. Ik denk, dat gaan we niet redden met camera's opladen. Sorry voor de wind trouwens, dat dat er nu weer is. Camera's opladen. We konden de SD-kaarten niet vinden. En toen we de SD-kaarten gevonden hadden, zat er een storing in. Deed die niks. Ik denk, nou, dump ik hem maar in de andere camera. Doe ik twee video's maken. Gooi ik hem weer in de computer. En jawel hoor, er was beeld. Heel grappig. Wat ligt hier nou weer? Drop of zo? Geen idee. Er staan allemaal tekentjes op. Oh wacht, een backpacker gevalletje of niet? Ja. Zo'n trekking. Oh nee, het is een overvalsmuts. Oh, een Banky Moon. Oh gaaf jongens. Kijk, zandvlakte. Heel erg grappig. Er ligt ook een stukje verbrand hout. Dit is 8,81 meter lang, deze hele zandvlakte. Ik had eerst gerekend van het is meer dan een kilometer, maar dat klopt helemaal niet. Het is 881 meter. Dus wow. We zijn er gisteren helemaal via die andere kant helemaal dwars overheen gelopen. En toen hebben we ergens aan die kant een heel hoog punt gevonden. En dat heeft me zo goed bevallen. Ik denk van, ik ga hier weer heen om een lange weekendvideo te maken. Eventjes wat metingen uit te voeren en ja, kijken voor de sneeuw. Maar die is dus net voorbij getrokken, blijkbaar. Als er sneeuw gevallen is, weet ik niet. Als er wat gevallen is, was het gelijk weer weg. Dus ja, ze zeiden op de radio, sneeuwval. Ja, ik denk sneeuwval. En vannacht is het wel net 1 graad onder 0 geweest. Ja, bij mij dus niet. Bij mij was die precies 0,1 graden. Dus ja, dat zou wel kunnen dat het op bepaalde plekken gewoon dik onder nul is geweest. Maar ik stond er een beetje van te kijken. Eerst is het 10 graden, dan is het 15 graden, dan is het weer onder nul. Wow. Wow. Dit was een grote zandvlakte. We hebben dit keer twee camera's bij me. Eén camera deze, om een weekendvideo te maken, een lange. En de andere camera om gewoon wat vlogs te maken in 4K. Dus we filmen nu in HD en 4K tegelijk. Apart dus, ja, moet ik het zo zeggen. Ik moet het wel goed doen. We waren laatst een meting aan het doen. En dan hadden we daar een hele grote beukenboom gevonden. En die oh, dat klopt ook. Hij staat op een hele grote verhoging. Ik denk dat stuk daar is een heel stuk hoger. Ik denk, maar hier zie je niet echt heel veel hoogteverschil in. Ik heb alleen daar zie ik nu een punt wat interessant is. Alleen dat ene hele hoge punt waar wij waren, met 107,2 meter hoog, waar ik ook van stond te kijken, pal naast een pad, die kun je vanaf hier eigenlijk helemaal niet zien. Maar die kijkt wel boven alles uit. Die kijkt hier nog ruim overheen. Dus dat is wel heel erg interessant. Oh, het voelt wel heel erg fris aan. Ik loop met open jas. Grappig jongens. Ja, wat gaan we doen? We moeten eigenlijk afwijken naar die kant, want we willen even een bosrandje gaan scannen. Even gaan filmen. Dit is trouwens een heel mooi stuk voor mensen die stenen sparen. Zie je hier stenen? Nee, helemaal niks. Maar die zijn er wel. Als het hier geregend heeft, dan moet ik het alleen even goed zeggen. Ja, geregend heeft, maar er was, oh ja, gestort regend heeft. Dat moet ik er wel bij zeggen. Dan worden alle stenen uitgewassen en die liggen dus helemaal bovenaan. En 3-4 dagen later is het helemaal weer weg. Kijk, dit soort stenen. En dan 100.000 keer zeg maar over dit hele veld zeg maar. En dan zoals dit er nu uitziet. Even kijken hoor, zeg ik dat goed? Ja, dit stuk. Dus wat je nu in beeld ziet. En dan veel meer bij elkaar. En dan eigenlijk meer dan de helft van dit veld ligt dan helemaal vol met stenen. En ik zal even kijken, want ik heb net... Kijk, ik weet niet of er een mooie bij zit. Dan moet ik wel even kijken. Deze camera werkt anders. Zo dus. Ik weet niet of die daar scherp op gaat stellen. Ik weet niet wat het is. Oh, ik laat het weer, vallen. Sommige stenen heb ik mee naar huis genomen. En als je er een lamp op schijnt, dan kun je er doorheen schijnen. Dus deze neem ik even mee. Oh, wat heerlijk jongens, als het nou, dat het nu langer licht blijft.
Het was elke keer, het is, dat, ja, is eigenlijk al jarenlang zo bij mij. Omdat we ook met de studio zitten en al die poespas meer. Het is eigenlijk zo de wintermaanden. En dan heb je 2,5 à 3 maanden waar je eigenlijk bij de keet zit. En als je dan opstaat, is het al donker. Ja, nu dus niet meer. Dus ik ben er wel blij mee. Even kijken. Ja, het lokaal. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Dat vliegtuig hierboven. Hoor ik nou een kip? Hoe kan dat? Of een haan is het? Nee, want die kraait. Hoe kan dat dan? Hier is helemaal geen boerderij in de buurt. Hoe kan ik nou een haan horen? Ik hoorde duidelijk een haanengeluid. Waaraf zit hier wat in? Nee, hier zit helemaal niks in de buurt. Hier zijn geen huizen hierachter. Wel helemaal... Nee, dat kan niet. Want het geluid komt van die kant vandaan. Hé, ik hoor... Oh, dat kan wel. Hondengeluiden. Ja, dit is hierachter is een hondenuitlaatterrein. Dus dat kan wel. Honden lopen hier voldoende. Zo, wat heb ik gisteren een tocht gemaakt, jongens? Iets van 11.000... hoeveel stappen heb ik gezet? Even kijken of het klokje dat genoteerd heeft. Oh nee, 13.390 stappen heb ik gelopen. Hier eigenlijk gewoon overal doorheen. En dan helemaal daarachter. Over hele hoge heuvels. Dit, die 881 meter, ook dwars er doorheen. En toen kwamen we thuis en toen hadden we eigenlijk 4 video's opgenomen. Waarvan 1 hele lange. Ik denk, dat is ook niet heel erg veel, maar goed. Wat staan we hier nu? Even kijken, wat is dit? Ziet er wel mooi uit. Ik weet alleen niet wat deze kaart doet, hoe lang ik op deze kaart aan 1 stuk kan filmen. Ik hoop meer dan 8 minuten. Ja, dat zal wel meer zijn. Dat zal wel... Ik heb geen idee. Dat is sowieso meer als 8, 9 minuten, sowieso gaat erop. En deze video zet ik ook als première erop. Voor vanavond, zeg ik dat goed, zo rond middernacht, tegen middernacht, net tevoren denk ik. Dan ga ik eventjes met de kijkers weer praten. En gewoon live chatten, zeg maar. Dus dat bevalt me eigenlijk wel. Maar ja, dan moet je wel lange video's maken, want zo gauw de video afgelopen is, kun je dacht ik nog 1 bericht sturen. En dan kun je ook niks meer sturen. Dus dat is op zich ook al best wel lullig, had dan in 1 keer die video afbreekt en je kan niets meer. Kijk, dit bedoel ik nou. Stenen. Ondanks de kou is dit best wel een mooie plek. Er staan 2 auto's opeens. Kijk, je ziet het heel duidelijk. Het gaat hier schuin omhoog. En dan had ik... daar is die. De beukenboom. Daar waren we naar op zoek. Ja, die ligt bij een heuvel. Ik had al een meting gedaan. Ik denk, dit is het hoogste punt. En dat klopt ook. Het is hier alleen heel glad. Wow, op sommige stukken lijkt net of je op ijs loopt. Kijk dan al die stenen die hier liggen. Ik zal het eens een keer in de gaten houden. Als het weer geregend heeft, ga ik hier eventjes naartoe. Even kijken of ik wat mooie stenen kan vinden. Kijk even naar deze omgeving. Oh, daar loopt er een langs de bosrand. Wij moeten ook die bosrand zo dadelijk helemaal pakken. Stel je voor, jongens, dat is 881 meter in doorsnee. En daar moet ergens een pad lopen. Die we gisteren hebben belopen. En dat zit waarschijnlijk helemaal achteraan. Of het is dat pad wat je hier ziet. Nee, want dat ligt in het zand. Dus het is verder. Ik denk dat wat je dus nu ziet, daar moet dus een pad lopen. En dat hebben we gisteren hebben we dat helemaal gepakt. En je ziet het aan de wolken, dat het waarschijnlijk weer gaat regenen. Oh, ik was best wel een beetje kwaad hoor. Ik zat in de auto, ik denk, dan begint het weer keihard te stortregenen. Maar ik had al op de radar gekeken, ik denk, hier zit die wolken. En als ik nog hier aankom, is misschien net de regen weg. Dat was dus niet zo, het was nog aan het regenen. En toen ik de auto uitstapte, was het weer droog. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik hoop alleen niet dat het nu nog gaat regenen, want dan zou ik echt flink balen. Dan moet ik de camera weer wegdoen. Oh, wat is hier gebeurd? Zo! Wat is dit? Je glijdt hier echt weg. Kijk, dit is helemaal omgegaan. Ach, kijk, daar loopt ook een pad. Die leidt vanaf de verharde weg daarachter, leidt die naar de beukenboom.
Ik moet alleen even heel goed uitkijken hier waar je hier loopt, want er zijn stukken die zijn spiegelglad hier. Kijk, dan sta je op dit soort dingen. Waar is de tweede dan? Oh, die zit daarachter. Twee stuks. Kijk, de knoppen zitten er al aan. Dat is een heel mooi voorteken. En dit worden allemaal beukennoten. Elke knop wordt waarschijnlijk één beukennoot als het aanslaat. En je ziet het hier op de grond. Hier liggen allemaal beukennoten. Oh, een aantal maanden terug hadden ze hier volgens mij een rode kinderjas ingestopt. Dat was in deze boom, was dat. Oh, nu is het weggehaald. Er hangt dus niets meer in. Het is wel een hele oude beuk, dit. Och, er staat water in. Water voor de vogels. Een natuurlijke asbak. Even kijken. Zo, dat geluid is van de beukennoten. Kijk dan hoeveel hier ligt. Dat zijn duizenden beukennoten bij elkaar. Oké, ik blijf even op dit zand lopen. Dan kan ik tenminste niet uitglijden. Oké, het gaat dus om deze bosrand. Hier moet dus een padje achterlopen. En dat willen we eigenlijk helemaal gaan verkennen nu in de wintermaanden. Want dat hebben we al in de zomermaanden gedaan. Dat was eigenlijk niet te doen, want dat was helemaal dichtgegroeid eigenlijk. Kijk dan die zandvlakte daar. Hé, wat zien wij daarachter? Even kijken. Is dat nou een pad? Wat is dat nou? Nou hoop ik dat die scherp staat op dat pad. Ja. Ah, kun je dat zien? Want ik zie het gele bordje. Nooit geweten dat je dat gewoon... Oh, wacht even. Dan kunnen we even kijken. Waar is dat die hoge plek? Die moet dus daar zijn waarschijnlijk ergens. Of verder... Nee, het is veel verder die kant op, de hoge plek. Maar je ziet het heel duidelijk, daar gaat het weer naar beneden. Dus dat is puur gezichtsbedrog. Daar loopt een stuk, dat is... Of het... Nee, dat kan niet, want daar waren niet zoveel bomen. Even kijken, je hebt hier ook nog een ander stuk. Kijk dan hoe groen het hier is. Wauw. Best wel mooi dit. Kijk, dit zijn ze dus, de twee beukenbomen. Hier gaat het dus om, deze bosrand. Die gaan we even aflopen. Hierachter loopt een padje. Even kijken, waar was ik mee bezig? Het hoge punt. Ga ik hier even staan. Dat ding daar. Even kijken. Huh? Oh, wacht. Daar zie ik ook nog wat. Wat interessant. Nee, dan zou je... dat is het niet. Oh, wacht. Kijk. Daar loopt het opeens schuin omhoog. En dan moet je... Ah, wacht. Ik heb al het idee... Ik denk dat het allerhoogste punt daar moet zijn. Ja, daar loopt een pad achterlangs. En ik zit heel even te kijken of ik dit later via Google Earth kan vinden. Oh, verder zoomt hij niet, deze. Heel erg benieuwd wat dat is. Ik ben er al vaker achter gekomen dat de hoogtemeter van Google Earth afwijkt. Als je bijvoorbeeld een hoog punt hebt, daar bijvoorbeeld, dan geeft hij het hoogste punt bijvoorbeeld daar aan. Dus het dus echt letterlijk af en toe een 30 meter verschil tussen de hoogtemeter. Daar ben ik al heel vaak achter gekomen. Waaraan dat ligt, weet ik niet. Het kan zijn aan de berekening van de satelliet of zo, dat dat niet helemaal correct is ingesteld of iets. Of dat hij schuin gestaan heeft, dat ze ook kunnen. Dat hij de beelden schuin gepakt heeft. Want dat zie ik ook wel eens. Dan kun je bijna letterlijk gewoon een woonkamer schuin inkijken. Dan zie je letterlijk het glas en dan zie je, ja, je ziet gewoon de bank staan. Maar wat er op de bank zit, geen idee, weet je. Oh. Nee, dit begint er... Ah, dit is jammer. Het begint heel iets te motregenen. Dan zitten we even te kijken of wij hierachter kunnen komen. Dat we een beetje van de regen wegblijven. Dan hoop ik dat hier wat begroeiing is. Oké, het stopt alweer. Even kijken, hier hadden ze toen een hut gebouwd. Dat was... Oh, daar is dit nog van over. Niet echt heel veel.
Ik zit heel even te kijken. Ik ga eventjes deze bosrand verkennen hier. Even kijken. Yes, dit is het dus. En waar is het pad? Oh, hier is het pad. Kijk. Deze bosrand, ja hoor. Er zitten al spatten op de lens. En ik heb geen doekje bij me. Oh, jongens, dat meen je niet. Nou hoop ik dat ik zo een beetje door kan filmen. Dat die spatten zo dadelijk een beetje opdrogen. Nou, anders moet ik de video helaas gaan beëindigen. Ik zal eens eventjes kijken of ik morgen gewoon een doekje mee kan nemen. Want dit schiet niet op. Wat hebben ze hier dan gedaan? Kijk, weggehaald. En ook weggehaald. Oeh, wat is dit? Waarschijnlijk hebben de kids vroeger een kuil gemaakt. Kijk dan, er groeien zelfs bomen in. Of het is weer een restant van de oorlog. Het is op zich best wel diep. Want ik denk als je erin gaat staan, dan kijk je er wel overheen. Ik denk ook een oud blikje ligt er volgens mij in aan de zijkant, aan de rand. Oh, die spatten op de lens. Ik kan het gewoon niet wegkrijgen nu. Ik kan mijn lenskap dichtzetten, maar dan heb je zwart beeld. Daar heb je ook niks aan. Oh, kijk, hier loopt het weer naar beneden. Oh, dit is echt jammer, jongens. Oké, hoe lang heeft deze video geduurd? 15 minuten, 16 minuten zelfs al. Dat is ook een beetje kort, maar goed. Nou, beter als 8 minuten, weet je. Dat schiet helemaal niet op. Het gaat dus om dit bos hier, zeg maar. Dit is een hele mooie dichte rand. Hou eens even in de gaten, dit stuk. Nou, oké, ondanks die spat, ik blijf gewoon doorfilmen. Dan moet het maar even zo. Normaal kap ik de video af, maar ik moet gewoon een lange weekendvideo hebben. Dit schiet ook niet op. We gaan er even het veld op, jongens. Kijk, wat staat hier? Hé, is het in de ingang in of niet? Jongens, kabouter Plop woont hier. Kijk dit dan. Hier heb je gewoon een ingang. Letterlijk een diereningang. Kijk dan deze afweer. Even met de camera naar binnen. Ah, oh, zo. Jezus. Ah, nee, ik werd niet gebeten. Deze tak die schoot net midden in mijn gezicht. Oh, heerlijk. Even kijken, wat is dit? Oh nee, dat meen je niet. Kijk dan wat daar gebeurt. Het is aan het stortregenen. En dat komt dus deze kant. Nee, dat gaat weg. De wolken trekken die kant heen. Maar je ziet heel duidelijk dat het daar aan het stortregenen is. Dat duurt dus niet al te lang meer. Dan begint het hier ook te regenen, denk ik. Ah, wat baal ik hiervan, jongens. Wat baal ik hiervan. Ja hoor, het begint al. Ah, ik moet weer terug. Dat worden dus geen meerdere weekendvideo's, helaas. Ja, ik heb die andere camera nog in de tas. Weet je wat ik doe? Er komen nog een paar weekendvideo's aan. Deze camera sluit ik zo af, als er meer spatten opkomen. En dan ga ik ze dadelijk met die tweede camera die ik in de tas heb, waar die lenskap nog op zit, ga ik even verder filmen. Dan ga ik iets van een video van 8 minuten 50 maken. En dat wordt dan een gewone normale video, zeg maar, voor het kanaal. Ik heb ze net een regenboog gezien. Die kwam precies bij een boerderij uit. En precies waar ze de boerenvlaggen geplaatst hebben. Dat was het einde van de regenboog. Dat was wel mooi om te zien eigenlijk. Heel apart. En dan is het echt binnen 5 à 8 seconden, waarschijnlijk nog sneller, was de regenboog helemaal weg. Heb ik ook nog nooit meegemaakt. Ik denk, wat gebeurt hier nou ineens? Heel vaag was dat. Ik heb wel eens een regenboog weg zien gaan, maar niet in 8 seconden tijd. Dus dat was wel heel erg vaag om te zien. En je zag alle andere automobilisten ook kijken. Hè? Die letten gewoon helemaal niet meer op de weg van wat er nou opeens gebeurde. De regenboog was weg. In een heel, heel korte tijd. Ik weet niet of dat een heel erg zeldzaam verschijnsel is. Ik ga ervan uit van wel. Ik heb ook eens een keer 3 regenbogen boven elkaar gezien. Dat was ook wel gaaf. Is dat een wolf? Nee. Ik dacht even, daar liep een wolf of zo. Ja, dat kan maar zo. Hij kan hier zo het bos uitkomen en dan kan hij hier het veldje overlopen. Ik heb trouwens wel, toen hij gisteren hierover liep, heb ik heel veel sporen gevonden. Allemaal die kant heen. Kijk, dat is zo'n eenzame boom. Ja, kijk, blauwe lucht en regenwolken bij elkaar.
Dus dit schiet niet op. Als het nou droog blijft, blijft die spot gewoon op de lens zitten. Ik snap ook niet waarom ik niet standaard een papiertje in dit... Nee, natuurlijk niet. Normaal papier is iets vettig. Ik zal eens even binnenkort even naar de camerawinkel stappen. En dan zal ik eens even kijken of er speciale lensdoekjes te koop zijn. Ligt hier nou shit? Ik weet alleen niet van welk dier dat is. Als iemand dat weet, maak ik er even een screenshot van. Ik denk niet van de wolf, want dat ziet er waarschijnlijk anders uit. Ah, kijk, dit is ook trouwens wel mooi om te zien. Ik weet alleen de naam dan niet van. Maar dat kun je wel eens in die kerstbakjes kopen. Dat is heel hard. En nou, als het, omdat het vochtig is, is het super zacht. Dus dat is ook wel mooi. Vroeger hadden we, dacht ik, een soort van vissenkom van dat soort spul een keer gemaakt. Dat was trouwens heel erg gaaf. Oké, wij gaan dus helemaal die kant heen lopen. En dan gaan we dat stuk even verkennen. Want dat is, daar is ergens een hoogpunt wat we, waar we even een paar metingen moeten doen. En dan, ja, dan gaan we even kijken. En het is, oh, nu ik de video opneem, is het al weekend. Want het is al 17 uur geweest. Dus dat is ook wel grappig. Oh, wat ik nog wel moet vertellen. Dit is vroeger allemaal bos geweest. Hè? Dus dit wat je hier ziet staan. En dan zo dicht bij elkaar. En dan hier tussen ook nog 4-5 bomen. En dit hele veld was vroeger helemaal dicht. En dit hebben ze helemaal weggekapt. Nou is er gewoon één Sahara geworden eigenlijk. Dat is ook al een tijd geleden, maar dat weet ik nog heel goed. Dat was trouwens heel apart toen ze dat deden. Zo, het, is wel, het voelt wel heel koud aan de handen. Besef even hoe mega groot deze zandvlakte wel niet moet zijn. En dit is nog maar het kleine zandvlaktetje. Want ik heb er nog één gezien, die is in de buurt van Radio Kootwijk volgens mij. Die is 8 kilometers lang aan één stuk. En daar heb je ook hele grote verhogingen in. Dat is ook wel heel erg apart. Ah, kijk, hier zie je heel duidelijk als je de camera hier neerzet, dat dit gewoon eigenlijk letterlijk schuin omhoog loopt hier. Nou goed, vanwege het spatje moeten we de video gaan beëindigen. Prettig weekend. En ja, dat was het eigenlijk. Jongens, doei!